Welkom bij Museum TV. Ik ben Maurits Pietersson en zo ga ik naar Museum Oudheden voor een tentoonstelling over keizer Domitianus, God op aarde. Zijn vader en zijn broer waren voor hem keizer en zijn broer Titus overleed plotseling na 2 jaar regeren, na een kort ziekbed in zijn bed. En Domitianus nam het stokje over. We zijn hem een beetje vergeten, maar hij heeft grootste dingen gedaan. In zijn periode was er stabiliteit en vrede. Beetje gedoe in het noorden, maar voor de rest hoefde het leger niet veel uit te rukken. Dus hij kon zichzelf concentreren op Rome. Poëzie, theater waren een van zijn lievelingsdingen, maar hij bouwde ook ontzettend veel schitterende gebouwen. Hij maakte het Colosseum af, waar dik 50.000 man in konden. Tijdens de opening, 100 dagen feest. Zoveel bloed vergoten daar, gewoon niet normaal. Paardenrenbaan, 150.000 toeschouwers. Contouren liggen er nog, atletiek, hardloopbaan ligt ook nog in het hartje. Rome, de contouren ervan tenminste. Deze man werd op handen gedragen door het leger en door het volk. En toch kwam hij triest, in en in triest om het einde. En hoe kwam dat nou? Want ook zijn nalatenschap was grotendeels verdwenen. Bekijk de tentoonstelling en kom te weten waarom keizer Domitianus in de vergetelheid is geraakt. Ik ga naar binnen en ik ga het voor jullie uitzoeken. Mooie voorstelling, triest einde, waar hij zelf ook hard aan had gewerkt. Hij wenste als Heer en God aangesproken te worden. Vertrouwde op een gegeven moment niemand meer, paranoïde, was zeer ongeliefd bij de elite. Werd op handen gedragen door het volk en leger, maar de elite beraamde een complot tegen hem. En met 7 messteken overleed hij in een van zijn eigen paleizen. En een dienaar heeft hem de doodsteek gegeven. En volgens geruchten zat zijn vrouw ook in het complot. En die heeft jaren later nog in wilde lekker kunnen leven. Keizer Domitianus. Als je in Rome bent, kan je er niet omheen. Deze voorste tentoonstelling, aanradertje. Tot mei heb je nog de tijd om die te bezoeken. Dit was Museum TV. Tot de volgende keer.